In het licht van die intenties en de afspraken van toen is het diefstal. Dat zegt voormalig directeur Laurens Kroon van woningcorporatie Volkshuisvesting, de voorganger van Le Vier. Hij had de leiding over de restauratie van het Pepergasthuis en bedacht de zakelijke constructie om de restauratie te financieren. Het Pepergasthuis is cultureel erfgoed van de gemeente Groningen. En er is veel discussie over de verkoop aan belegger Jan Berry Drent voor 4 miljoen euro. Het is tegen de afspraken in om het Pepergasthuis te verkopen, zegt Kroon. Ik zelf heb destijds als directeur van die woningbouwvereniging samen met de voogdij een constructie bedacht die erop neerkwam dat wij per se wilden dat in het licht van die 500 jaar oude geschiedenis de voogdij als instituut zou blijven bestaan. En daar is toen een constructie voor gevonden dat de woningbouwvereniging tijdelijk het gebouw zou exploiteren, de restauratie zou betalen en de restauratie zou terugverdienen uit die exploitatie. En als dat eenmaal gebeurd was, na 30, 40 jaar, zou de voogdij gewoon weer eigenaar worden van het economisch gedeelte. En juridisch bleven ze al die tijd eigenaar. Kroon heeft samen met notaris Hugo Brouwer en professor Rob Rutgers de stichting Pepergasthuis opgericht. Maar ik wil volstrekt helder maken dat Le Vier iets doet. Wat eigenlijk Le Vier doet, is het verbreken van een belofte aan de stad. De belofte die wij samen met de voogdij in 1989 hebben gedaan. Namelijk dat het instituut van de voogdij van de Sint-Geertruidsgasthuis, het is een lang woord, in stand zou blijven. Beschikbaar voor de huisvesting van bejaarden. Of in ieder geval in kleine woningjes, sociale huurwoningen zou je tegenwoordig zeggen. En dat verdwijnt door deze handelwijze. Die belofte van 1989, die wordt door Le Vier verbroken. Daar spreek ik ze op aan. Daar zullen we ze ook op aanspreken. We gaan er ook contact met ze zoeken daarover. Of dat helpt, weet ik niet. Maar ik wou het wel dat men weet dat wij er zo tegenaan kijken. Daar maken wij onze stichting sterk voor. En zo nodig kijken we of er ook juridisch nog een paar gaatjes zijn waarbij we Le Vier ook op een andere manier iets duidelijk zouden kunnen maken. Le Vier zegt dat het Pepergasthuis te duur is voor een lonende exploitatie. De huren waren hoger, de rente was lager en de eerste 10, 20 jaar na zo'n restauratie heb je feitelijk weinig onderhoudskosten. Dus het bestaat niet dat Le Vier er geld naartoe gebracht heeft. Er is geld op verdiend. En nu de hele zaak verkopen voor 4 miljoen euro. Ja, nou, een beetje diefstal. In het licht van die intenties en de afspraken van toen is het diefstal.